Uitwonende studenten hebben geen binding met de stad waar ze toch maar tijdelijk verblijven en zouden daarom moeten worden ontmoedigd of verboden om te stemmen. Ja, zover wil ik niet gaan. Ik heb daar eerder over gesproken. Nijmegen is studentenstad, maar toch moeten de ouderen hun stem kunnen blijven laten horen in Nijmegen. Zowel in de stad als in de gemeenteraad. Nu is het zo dat er toch veel jongeren zijn, of geweest studenten of studenten die in de gemeenteraad zitten. Op zich heb ik daar geen bezwaar tegen. Maar we vinden het wel belangrijk dat er meer ouderen komen in de gemeenteraad. En dat hopen we, want stemt u lijst even op de ouderenpartij. Zodat we meer stemmen krijgen en meer mensen in de gemeenteraad. De groep ouderen blijft de komende jaren groeien ten opzichte van de rest van de inwoners. Dus het behoud van voorzieningen zoals de VSP die voorstelt is volstrekt onhaalbaar. Ja, dat is al gebleken. De thuiszorg. Die gaat van 9 miljoen naar 5 miljoen in Nijmegen. De opvang voor ouderen, de dagopvang, gaat achteruit. De indexatie die gegeven wordt, die gaat niet meer. Mensen moeten stoppen om naar de dagopvang te gaan. In de, uh, het volgende, de bejaardenzorg, bejaardentehuizen, gaan verdwijnen. Plotseling. Mensen worden eruit gezet. En dan krijgen ze nog veel financiële problemen, want het gas, water, licht en elektrisch komt weer op een rug terecht. Nu is het zo, als mensen in een bejaardentehuis zitten, dat ze gerelateerd worden naar een inkomen, en dat gaat niet meer gebeuren. Wij willen dat mensen in de bejaardentehuizen kunnen blijven wonen, zodat ze met elkaar verder kunnen gaan tot het einde. Internet is nieuwe wetse onzin. Daarom heeft de VSP geen website en tot voor kort geen verkiezingsprogramma beschikbaar via de website van de gemeente. Inderdaad, de website die hadden wij niet in beeld. Maar dat wil niet zeggen dat wij de website niet belangrijk vinden. Maar door vele werkzaamheden is het niet ervan gekomen om die up-to-date te maken. Dat gaat nu deze week wel gebeuren. En we hopen dat heel veel mensen hiernaar zullen kijken. Want het is zeer belangrijk dat ook de website van een politieke partij in orde is. En wij zullen dat ook op korte termijn herstellen.